Onder het thema Compliance Bewustzijn organiseert de TAPTO Groep NV van 4 tot 6 november de Nationale Compliance Conferentie 2020. Deze conferentie maakt deel uit van diverse activiteiten om het bewustzijn over de naleving van wet en regelgeving te vergroten. Tijdens de kick-off van de NCC 2020 zullen diverse sprekers hun visie op compliance geven. De communicatiedienst Suriname heeft hierover een gesprek met Winston Wilson van de TAPTO Groep NV. Deze activiteit, de Nationale Compliance Conference, wordt georganiseerd door TAPTO Groep en de Surinaamse Compliance Professionals Association. Waarbij de afgelopen 2 jaar veel vragen uit de markt zijn gekomen om meer bekendheid te geven aan het fenomeen compliancy. Compliancy in hoofd betekent dat je corruptie tegengaat, omkoping tegengaat. En het heeft vooral te maken met de wet om witwassen te voorkomen en om terrorismefinanciering te voorkomen. Het is een uitgebreide conferentie van 3 dagen, 4, 5 en 6 november. Waarbij we mensen hebben als de minister van Justitie en Politie, die ook de opening doet. Maar ook vanuit de Amerikaanse ambassade, de Vereniging van Economisten, de Bankiersvereniging. Die partijen participeren allemaal. Waarbij we ook op de tweede dag, dat is op 5 november, diverse virtuele workshops organiseren waar mensen zich op kunnen inschrijven. En hierbij worden door diverse partijen, zoals de heer Jim Boussaid bijvoorbeeld, maar ook door 2 buitenlandse partners, worden er workshops verzorgd voor iedereen die interesse heeft in compliancy. En wat vooral de nationale risicoanalyse met zich meebrengt de komende maanden. In principe is het toegankelijk voor bedrijven, overheid, eigenlijk iedereen die met compliancy te maken heeft. De wetgeving in Suriname is pas aangepast, om te zeggen verscherpt. In lijn gebracht met de internationale regels. Dat houdt in dat sowieso banken, verzekeraars, pensioenfondsen, autohandelaren, makelaars, accountants, notarissen, die ondergaan de komende periode allemaal een verscherpte controle. Dus voor die mensen is het zeker een aanrader om deze conference te volgen, om te weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op compliance gebied. De eerste dag zullen er verschillende sprekers zijn, ook wat ik aangaf van de minister van Justitie en Politie. Ook vanuit de Amerikaanse ambassade zal er bijdrage zijn. Van mij persoon zelf zal er ook een bijdrage zijn. De tweede dag zijn de virtuele workshops. En de derde dag wordt er een debat georganiseerd, waarbij er ook vragen gesteld kunnen worden en er een panel aanwezig is om op die vragen antwoord te geven. Bij het debat zijn er mensen die ze kunnen inbellen als ze vragen hebben, maar daarnaast bijvoorbeeld bij de virtuele workshops, dat gaat via Zoom, kunnen mensen ook hun vragen online stellen en die worden dan gelijk behandeld. TAPTO Groep staat voor Two are better than one. Dat wil zeggen dat de kracht zit in samenwerking. Heel veel advisory op het gebied van business development. En we hebben gemerkt, de afgelopen 2 jaren zijn er meer dan 10 bedrijven die we hebben geholpen in compliance support. Om eigenlijk hun hele huishouding op orde te krijgen om te kunnen voldoen aan de wet en regelgeving. Want geen enkel bedrijf wil geblacklist worden. De tijden zijn al moeilijk genoeg met corona. Business is zwaar achteruit gegaan. En als je zaken niet op orde hebt met compliance en je wordt geblacklist door een internationale waakhond, dan heb je een groot probleem. Dus voor die bedrijven is het heel belangrijk om hieraan te voldoen. TAPTO Groep verzorgt compliance diensten, compliance support aan diverse bedrijven, maar ook aan overheden. Het kan zijn op het gebied van trainingen, het kan zijn op het gebied van beleid. Maar de afgelopen 2 jaar hebben we meer dan 10 bedrijven op die manier ondersteund. En we hebben gemerkt dat de vraag heel erg groot is. Gezien de situatie waar we in zitten met de National Risk Assessment, die volgend jaar in een cruciale fase komt. Eerste kwartaal van volgend jaar komt de financiële waakhond van het buitenland en die komt Suriname assessen. Dat wil zeggen dat ze steekproeven gaan nemen bij bedrijven en bij instituten. En voldoe je niet aan de internationale regelgeving, dan wordt Suriname als land geblacklist. En daarom is het belangrijk dat er mensen zijn als mevrouw Carmen Rassam, die meedoen met de compliance dialoog. Maar ook mevrouw Jennifer van Dijk-Silos, de voorzitter van het projectmanagementteam, die hiervoor speciaal is opgericht. De procureur-generaal, de heer Roy Barnett Pandey, maar ook de heer Winston Ramotar Singh van de VES en de heer Jim Boussaid, die een
heel veel ervaring heeft in het bankwezen natuurlijk, die nu op dit moment zwaar onder druk staat vanwege deze National Risk Assessment. Mensen kunnen zich opgeven, dat kan online. Men gaat gewoon naar de website van de Tapto Groep, www.taptogroep.com, of stuur een mail naar info@taptogroep.com en er wordt gelijk contact met je opgenomen. En de programma en wat er allemaal die dagen bij komt kijken wordt naar je toegestuurd.